goed is windstil. We zijn weer bij Schiphol, het mag weer. Maar er is hier nog geen drukte. We waren hier vorige week en toen had ik er 3. Het was natuurlijk prachtig, maar het was ook 3 van de 3. Want voor de rest vlogen niet veel. En nu, ja, zou je al zien. Hè? Ik heb mijn geweer al onder mijn arm, omdat ik weet dat die kans komt als je je lokkers neerzet. Maar ja, een keer moet je bukken, dan was ik toch net te laat. Hier zit een vos in, of die komt hier regelmatig. Of er is een vosse bouw. Het stinkt enorm naar vos. Maar ja, daar hebben we Steven voor. En wat niet zo handig is, ik heb mijn roeptoeter bij me, maar de batterij is leeg. Ik heb hem aan laten staan vorige week, dus ja. Na een week zit er dan geen kracht meer op, hè. Maar goed, ik hoop een enkele nijl, misschien een woerd, misschien een grauwe. En later in de winter wordt het hier altijd wat drukker. Ja, is toch wel weer fijn om hier te zijn, hoor. Goed zo. Ja, braaf. Ja, zwaar. Ja, goed zo. Braaf hoor. Ja, braaf. Ja, ik laat hem vaak een ere rondje lopen. Hè. Weet je, dan is hij zo wijs. Dan kan ik hem wel gelijk uit die bek halen. Nou, prachtig. Een nijlgans en een woerd. Ja, die woerd moeten we nog ophalen. Ik zag hem eigenlijk te laat. Ik stond een beetje te dromen en mijn geweer stond hier tegen het scherm aan. Dus toen ik hem zag, moest ik denken, waar is die pook? En op het tweede schot zag je van jongens, ja, dat zit er volop. Dus gauw even nakijken en inderdaad, daar bij die bomen, daar, hij wil eventjes naar stijgen en hij valt zo kikdood met een kopschot omlaag. Maar Blink zag het niet, dus ja, ik loop zo meteen even om en dan haal hem even op. Ach, denk ik dan. Ik haal hem nu wel even op. We zijn hier toch niet voor de aantallen, we zijn voor een lekkere frisse neus. Ja, braaf. Goed zo. Braaf hoor. Goed zo. Braaf hoor. Ja,
hij neemt de korte weg. En hij is niet gek, maar ik kan niet over die sloot heen, dus ik moet weer helemaal zo omlopen. Kijk. Een mooie woord. Ja, ik heb het al eens vaker gezegd, hè. Vroeger hadden wij een eendenjacht op Flakkee en toen barst het van de eenden, maar ja, door klimaatverandering, nieuwe natuur, gebrek aan insecten, biotoopverandering, noem het allemaal maar op, zijn er gewoon wat minder eenden. Dus ik laat de eendjes met rust, net zo goed als we altijd de verzand hennen met rust hebben gelaten, laat ik ook de eendjes met rust. En alleen die woorden, ja, die zijn er soms te veel, hè. Sterker nog, ik zie bij Kasteel Groeneveld een baan, zie ik soms wel 8-9 woorden op één eendje. Maar ja, logisch, die eendjes die worden van het nest gepakt door een vos en door een marter en noem maar op. En zo'n woord die peert hem lekker, weet je. Dus die woorden die gaan gewoon langer mee en dan krijg je nog schevere verhoudingen dan vroeger. Dus als het kan, pik ik zo'n woord mee. Maar als ik het niet zie, omdat het te donker is of in de zomer, hè, want dan zijn ze in het bruin, ook de woorden. Ja, dan schiet ik gewoon niet, weet je. Want ik heb geen schik ervan om een eendje te schieten. En ik heb dubbel schik als ik een woord schiet. Kom maar, bravo, goed zo. Ja, bravo hond zeg. Hé, kom maar. Nou, dat is boffen weer, hè. Ik wilde net een loopje gaan doen, want er is daar zo'n wetering onder de Elzen. En daar ligt ook graag nog een boert. Ik denk, ik loop er even heen. Ik kan die hond ook even plassen en doen onderweg. En dan ga ik opruimen. Maar ik zag die drie aankomen. En ja, daar kon ik er toch nog mooi eentje van mee pikken. Dus ja, dat is toch hartstikke leuk. Een grauwe, een nijlgans en een boert. Nou, dat vind ik dik de moeite hoor. En ik dacht, ik moet nodig weer eens een filmpje maken. Dan kunnen we weer even bijpraten, hè? Want ik stel dat contact stel ik op prijs. Ja, sminten en krakken en ook wel een paar volle eenden hoor, maar ja, daar kon ik niet bij. Dus, nou ja, ook goed. Kijk,
En dan ben ik zo blij dat ik ze heb laten gaan. Hè? 3-4 groepjes. Hoogachtig. En dan denk ik, ah joh, laat maar. Weet je, ik wil geen brokken maken. En dan komen er toch 2 terug. Hè? Ik had wel 2 schoten nodig voor deze gans. Maar netjes binnen en... weet je, dan alles binnen is het belangrijkste. Hè? Alles binnen is belangrijker dan de grootte van het tableau. Ik vind het een mooi slot. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. 2 grauwen, een nijl, een woerd, een kraai. Hartstikke leuk gejaagd. Mooie kerstdagen. Tot de volgende keer.